Lien Mermans, Lierse speelt vandaag voor de derde keer al tegen een Nederlandse club. Hoe is het vandaag meegevallen? Niet zo goed uiteraard. We zijn verloren. En terwijl we opnieuw met momenten heel goede voetbal op de mat brachten. Veel kansen konden creëren, maar ja, als de bal er niet in gaat, dan kan je niet winnen. Hè. Ajax is de moeilijkste tegenstander van de drie tot nog toe, of was Twente... Twente was ook een heel sterke ploeg, maar daar zijn we op het juiste moment eigenlijk terug gelijk kunnen komen. En dat heeft ons toen ook in die wedstrijd gebracht. Vandaag was het anders, vandaag was het opnieuw al achtervolgen. Maar als die goal niet valt, ja, dan moet je blijven proberen. Maar ja, je ziet, Ajax kan de bal ook goed in de ploeg houden. Dus ze hebben voldoende voetballend vermogen om die wedstrijd ook uit te spelen dan. Ja. Jullie spelen vandaag wel hier op het Lisp. Is dat beter dan op Oosterzone spelen of is dat hetzelfde? Ja. Qua publieke belangstelling bijvoorbeeld? Ja, als je vandaag het publiek bekijkt, ook de supporters van Ajax, is een heel andere sfeer om te voetballen. En daar doe je het eigenlijk ook wel een beetje voor. Hè. Dan merk je toch wel van dat het een beetje begint te leven, het vrouwenvoetbal. Mm-hmm. Oosterzone, ja, heeft een heel ander karakter. Dat is ook wel een heel degelijk veld. Ook een gezellige accommodatie. Dus voor ons is het eigenlijk hetzelfde. Ja. Je hebt nu 3 wedstrijden gespeeld, 2-9. Is dat het vooropgestelde doel of had het misschien 3-9 kunnen zijn? Ik vind dat we hier eigenlijk niet tevreden mee mogen zijn. Zeker ook als je onze wedstrijden bekijkt en het niveau dat we gespeeld hebben, dan had er zeker meer in gezeten. Vooral de eerste wedstrijd tegen Zwolle hadden we altijd de 3 punten moeten thuishouden. Ja. Maar op Twente 1-1 gelijk spelen is dan toch wel een verrassing, hè? Dat is dan inderdaad weer een verrassing. Dat is een mooi resultaat. Maar ook, oké, alles ligt voortaan veel dichter bij elkaar. En als je weet van we komen die kansen en je maakt er geen enkele van, ja, dan wringt dat toch een beetje. En dan denk je, we moeten hier toch meer punten uit kunnen halen. Ja. Volgende week spelen jullie op Utrecht. Opnieuw een Nederlandse club. Is dat een andere manier van spelen dan Belgische tegenstanders? Ja, toch wel. Dat hebben we vorig jaar ook al wel ondervonden. Dat die toch wel een heel andere manier van spelen hebben. Heel goed de bal in de ploeg houden. Van achteruit voetballen. Terwijl het bij ons heel vaker tegen de Belgische ploegen iets korter is. Veel meer duels. Iets minder zuiver soms. Maar ja, het zijn heel andere wedstrijden. Ja. Binnenkort staat dan de nationale ploeg op het programma. Eerste match thuis tegen Albanië in het Boudewijnstadion. Hoe kijk je daar naar uit? Met enorm veel zin en enthousiasme om erin te vliegen. Hè. Dus we hebben nu een jaartje een beetje stilgelegen. En ja, die 21 september zal er snel zijn. Dus we zijn nu allemaal heel veel wedstrijdritme aan het opdoen. Dat is ideaal voor ons. Dus mentaal en fysiek zijn we er volledig klaar voor. Ja. Ja. En daarna volgt de trip naar Noorwegen, EK-finalist. Is dat, hoe kijk je daar naar uit? Moeilijke tegenstander opnieuw? Ja, uiteraard. Ze hebben de finale gespeeld. Maar ik denk dat we ons eerst moeten focussen op Albanië. En pas dan achteraf zullen we ook eens naar Noorwegen gaan kijken. Ja. En van jou, wat is de doelstelling dit seizoen? Ja, hetzelfde als de vorige campagne. Zoveel mogelijk wedstrijden in de basis staan. En daar mijn steentje bijdragen. Een beetje hetzelfde, maar dan nog iets beter. We hebben gemerkt vorige campagne dat we bepaalde zaken, bepaalde details tekort kwamen. En die willen we nu wegwerken. En dat is voor mij persoonlijk net hetzelfde. Oké, dan. Veel succes. Ja, dank u.